Leeuwarden. De stad met vele oude kenmerkende gebouwen. In The Secrets of Leeuwarden wordt ingegaan op verhalen en geheimen achter drie van deze bijzondere gebouwen. De Friese Club, de Oldehoven en de Grote Kerk. Deel 3. De Grote Kerk. Vandaag neemt Ad Vaner ons mee naar de Grote of Jacobijnerkerk. Nou, we staan hier dus in het koor van de Grote of Jacobijnerkerk. En wat je hier dus, we staan hier eigenlijk op een hele aparte ruimte, want deze ruimte is bedoeld als graf, als mausoleum eigenlijk, als plaats waar de stadhouders vroeger werden bijgezet. Hieronder in de kelder liggen dus de stoffelijke resten van al de stadhouders die we in Friesland hebben gehad. Johan Willem Friso, Ernst Casimir, Willem Lodewijk niet te vergeten en hun dames en kinderen, die liggen allemaal hier beneden in de kelder. Waar we nu staan, dat is allemaal uit 1948. Toen koningin Wilhelmina 50 jaar vorstin was en de Friezen haar een cadeautje wilden geven. En dat is dit geworden. Ze hebben geld ingezameld en ze hebben een reconstructie gemaakt, een moderne reconstructie, van de oude grafruimte van de Nassaus. En dat zie je hier. Je ziet hier bijvoorbeeld een houten tombe naast je. En die houten tombe, dat is een moderne uitvoering van de oude tombe waar Anna van Oranje vroeger is begraven. Op de muur, daar, is een afbeelding gemaakt van het monument zoals het vroeger erbij gestaan heeft van Willem Lodewijk. Dat was van marmer. Dat is ook helemaal kapot gemaakt. En dat is nu dus in verf, als het ware, weer terug op de muur. Op de oude plek waar het vroeger zat. Verder zie je aan de wanden hier allemaal wapenborden, wapenschilden. Iedere stadhouder die hier is begraven, of zijn echtgenoten, daar hangt een bord van aan de wand. En dan zie je hier nog in het midden, dat is een monument wat ooit op de turfmarkt heeft gestaan. Dat herinnert aan de Vrede van Münster in 1648. En bovenop dit monument, daar zie je een leeuw staan. En die leeuw heeft in zijn ene hand, zijn linkerhand, heeft hij 7 pijlen. Want die pijlen die verbeelden dus de 7 verenigde Nederlanden. Nederland was toen een republiek. En die leeuw heeft dus 7 pijlen in de handen. En in zijn rechterhand heeft hij een zwaard. Maar op dat zwaard een vrijheidshoedje. En in 1648 is, na 80 jaar oorlog, is de oorlog beëindigd met Spanje. En dat herinnert daaraan. Nou, dan zie je er verder nog 2 hoornen des overvloeds. Dat lijken wel van die ijshoorns. En daar komen allemaal lekkere dingen uit, vruchten en zo. Dat noemen ze de hoornen des overvloeds. Plus het wapen van Friesland. Het monument is helaas een beetje beschadigd, maar eronderin zit het wapen van Friesland. Nou, verder daarboven, allemaal gebrandschilderde ramen met allemaal heldendaden. Je hebt hier een raam van de begrafenis van Willem Frederik. En op dat raam sneuvelt Ernst Casimir. Ja, als wij hier zomaar staan en er komen toeristen, nou, die vinden dat heel indrukwekkend. Want Leeuwarden is samen met Delft natuurlijk, waar de koningen nu begraven worden, en Breda, waar ook Nassaus liggen, hebben we dus 3 plaatsen in Nederland waar mensen van de koninklijke familie bijgezet zijn. Breda, Delft, Leeuwarden. Wanneer je meer wilt weten over de geschiedenis van de Grote Kerk of een van de andere kenmerkende gebouwen, loop dan met Ad Vaner mee door Leeuwarden. Voor prijzen en meer informatie ga naar historischcentrumleeuwarden.nl.